Ik haal natuurlijk van alles dat glinstert en glanst. Dus daarom zou een schatduiker echt mijn ideale droomberoep zijn. En weet je, hoe moeilijk kan het zijn om een schat te vinden, toch? Kijk, ik help hem gewoon een beetje. Hey, gevonden! Ik ga je laten zien hoe je zelf een sieradendoosje kunt maken. Een echte schatkist voor al jouw sieraden. Je hebt nodig 2 soorten karton. Dun en dik. Vilt en diamantjes. En ik gebruik 2 soorten kleuren voor dunne karton. En ik begin met de roze. Het belangrijkste is, hoe groot wil jij je doosje hebben? Nou, mij lijkt het leuk om bijvoorbeeld zo rond de 20 centimeter te hebben. Dat betekent dat je het dubbele moet meten, dus in mijn geval 40 centimeter. En de breedte, daarmee bepaal je de hoogte van je sieradendoosje. Dit knip je uit. Strooknummer 1. En hier heb je er dus 4 van nodig. Dan heb je dus een waaier aan roze stroken. En deze gaan we vouwen tot er een tent ontstaat. Nou, als je dan een heel tentkamp hebt, dan ga je ze in elkaar vouwen. En die zet je dan vast met dubbelzijdig plakband. Kijk, dan ontstaat er dus een vierkant. Nu gaan we de onderkant en de deksel maken. Dat doe ik met goud. En die is 28 bij 20 centimeter. En je hebt er 4 van nodig. En nu ga ik een randje van 4 centimeter heel licht met potlood aanstippen. Deze vouw je naar binnen. En als je dat altijd hebt gedaan, kun je ze zo op elkaar zetten. Dit wordt dus de onderkant van onze schatkist. Nu ga ik hier versieringjes optekenen. Dat doe je ook aan deze kant. Zo, dit knip je uit. En die plak ik nu vast met dubbelzijdige tape. En lekker stevig, want dit is de onderkant. Die moet natuurlijk wel goed in elkaar zitten. En deze ga je vastplakken op de roze onderkant. En dat doe ik door op de gouden onderkant tape te plakken. Dubbelzijdige tape is best wel stevig, dus je moet hem wel in één keer goed plakken, anders gaat hij scheuren. En dan klap je hem dicht. En de bovenkant heb ik op precies dezelfde manier gemaakt. Kijk, en zoals je ziet, dit puntje past precies in dit puntje. En wil je dat nou ook, download dan eventjes het schabloon. Eerst gaan we de binnenkant nog even oppimpen. Want ik heb hier een heel lekker zacht stukje vilt. Kijk, die past er perfect in. En uit een groot stuk karton heb ik deze 2 kleine stukjes karton geknipt. Deze ga ik in elkaar schuiven. Daar heb ik een heel handig trucje voor. Hier snij je een stukje uit. En aan deze kant ook een gleuf snijden. Kijk, dat ziet er goed uit. Je krijgt een kruis van karton. Deze gaan we wel een beetje oppimpen, want dit is zo saai, dat grijs. Zo, je legt het stukje karton op het vilt. Die zet je vast met een beetje lijm. Nou, dat doe je ook bij het andere stukje karton. Dan knip je even in het gleufje. Deze schuif je heel makkelijk in elkaar en die past dan perfect in je schatkist. Dus even kijken hoe het staat met de deksel. De hoekjes die knip je er dus bij de zijkant vanaf. Nou, bepaal even wat de voorkant wordt. Ik denk dat dit wel mooi is. En om ervoor te zorgen dat je hem makkelijk open kunt maken, moet je hem eventjes aan deze kant vastzetten. En dat doe ik weer met dubbelzijdig tape. Dit dekseltje moet natuurlijk heel vaak open en dicht, dus die moet extra stevig. Daarom plak ik er 2 dubbelzijdige tapejes op. En een schatkist moet natuurlijk ook dicht kunnen. Dus daar heb ik ook een handige oplossing voor. Namelijk een diamantsteentje en een splitpen. En wat je doet is, je zet hem vast met een lijmpistool. En je zou natuurlijk denken, je wilt precies hier in het midden een slotje hebben. Maar dat bereik je door hem eigenlijk net ernaast te zetten. Want dan kan je hem heel makkelijk dichtschuiven. Nu ga ik de bovenkant oppimpen. En dat doe ik natuurlijk 3 graden met diamantjes. En als het eerst even kijken hoe je patroon wilt leggen voordat je gaat plakken. Want als je het eenmaal erop hebt geplakt, kun je het niet meer veranderen. Dan ga ik de rest van de sieradendoos oppimpen met glitter. En dat doe ik met een beetje lijm. Dan strooi je er een beetje glitter overheen. Even afkloppen. En er blijft een perfect randje glitter over. Tadaa! Je sieradenbox is klaar. Ik ga meteen mijn ring erin doen. En mijn slangarmband. Dit is mijn schatkist geworden. Ik wens jullie heel veel plezier met het maken ervan. En er ontbreekt nog wel een klein beetje iets, hè?
Jullie hebben weer zo ontzettend veel mooie tekeningen ingestuurd. Kijk even met me mee. Deze prachtige zeemermin bijvoorbeeld, gemaakt door Alicia. Supermooi. En deze vond ik trouwens ook heel mooi van Isa met een echte droomjurk. Deze zou ik echt zo aan willen. Prachtig. En ook online sturen jullie altijd super veel coole dingen in. Deze foto van Daphne en haar besties kwam binnen. Wat een superleuke foto. En een coole duikfoto met, wat heb je in je hand? Een ballon? Maar er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn. En dit keer heb ik gekozen voor... Tada! Jade. Want Jade heeft haar zwemdiploma gehaald. Van harte gefeliciteerd. Ik ga voor jou een lijstje maken en hij komt jouw kant op. Zo, nog een beetje goud. En tada! Dit is hem voor de lieve Jade. Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op. En jullie weten het, wil jij nou ook zo'n lijstje winnen? Stuur dan je allerleukste foto of selfie in. Schrijf erbij waarom dit jouw lievelingsfoto is. En wie weet, krijg jij dan een Jill-lijstje opgestuurd. Dit keer niet achter de knoppen, verstopt in de radiostudio's van Hilversum, maar gewoon hier achter het aanrecht bij mij. Olivier, superleuk dat je er bent. We kennen jou natuurlijk van de Mega Top 50 3FM. Ja, dit liedje, ik vind hem heel erg tof, maar het doet me ook heel erg denken aan Coldplay, Charlie Brown. Maar kan je ook een beetje bakken? Dat is de vraag. Ja, mijn achternaam is Bakker, dus het zit wel een beetje in me. Maar ik ben er niet zo goed in, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ben er niet zo goed in. Ja, maar hiermee scoor je al heel veel punten. Oh, mooi. Luister, we gaan iets heel erg lekkers maken. Wij gaan namelijk fudge maken. En niet zomaar fudge, nee. Fudge in de vorm van... puntjes! Yay! Want dat gaat natuurlijk in een schatkist. Wat heb je nodig voor deze schatkistmunten? Basterdsuiker, room, boter, bruine chocola, roze chocola en witte chocola. En zoveel mogelijk paaltjes die je kunt vinden. Ik laat je zien hoe je fudge maakt. Ik doe dat dit keer wel in een snel tempo. Gooi gewoon eventjes de basterdsuiker met de room en de boter in een pannetje. Goed roeren, dat is echt het geheim. Maar het hele recept staat gewoon op YouTube, dus check dat eventjes. Hoe ga je nou van deze plak fudge muntjes maken? Allereerst gaan we even de chocola smelten en dat doen we natuurlijk ook bij Marie. Dat is toch gewoon een mooi woord voor het smelten van de chocola in zo'n pannetje? Of, Precies. Hey, mooi. Ja. Pas op, het is wel heet, hè? Maar goed, wij als schatduikers zijn natuurlijk wel een beetje gevaar gewend. Sowieso. Hoe? Alhoewel haaien? Vind ik wel eng. Ja, ik ook. Vind ik wel eng, ja. Kijk, ik heb trouwens verschillende kleurtjes gemengd. Wat leuk. Hey, wilde jij altijd al DJ worden eigenlijk? Ja, ik was al 14 jaar en toen was ik met een goede vriend van mij op de zolderkamer wat muziek aan het luisteren. En toen gingen we automatisch al denken van, oh, hoe leuk is het als we daadwerkelijk ook die muziek aan elkaar gaan presenteren. Vanaf mijn 15e ben ik toen eigenlijk al daarvoor de stad Leiden radio gaan maken. En sindsdien is dat doorgegaan. Wat een gaaf verhaal zeg. Ja. We gaan ondertussen trouwens eventjes rondjes uitsteken hiermee. Mm-hmm. En dit is gewoon van een spuitzak. Ik heb verschillende maten. Ja. Grote en kleine muntjes. Die steek je hier gewoon in. Dan oefen je veel voordat je een nummer aankomt. Ja, het is natuurlijk wel heel mooi als je het hele intro... Zo doen we dat in de radio, dat je een introotje volpraat. Dus het stuk waar nog niet gezongen wordt, totdat er gezongen wordt. Dat klinkt dan in het geheel heel mooi. En dat oefen ik wel eens. Ja, kan je het ook gewoon een keertje voor mij doen? Ik kan het proberen natuurlijk, ja. Ja? Dit is 3FM, de Mega Top 50 met Jonas Blue en Rise op nummer 22. We gonna ride, ride, ride. En dan beginnen ze met zingen. Ja. Wat knap zeg. Nee, ja. Dat snap ik dat je dat wel moet oefenen. Maar ik vind het heel knap, er zit al meteen een soort melodie in jouw stem. Alsof je zelf ook aan het rappen bent. Zo voelt het soms ook wel. Je moet een beetje ritmisch daar wel in meegaan. Ik beweeg ook altijd heel vaak tijdens het praten. Soms ziet het er gek uit. Als ik een leuk liedje draai, ja, ik ga ook gewoon meezingen en dansen. Ik ben blij dat de mensen dat niet kunnen horen, dat meezingen. Want dat is behoorlijk vals. Maar je kan het allemaal zien, ja. Ondertussen zorg dat je ook goed blijft roeren. Kan je van tevoren voorspellen wat een hit wordt en wat niet? Het verschilt heel erg, want soms komen ze uit echt een verrassende hoek. Er zijn wel vaste formules, het moet catchy zijn, je moet het goed kunnen meezingen. Het moet dansbaar zijn, vrolijk zijn. Dus daar kan je vaak al wel voorspellen dat het in ieder geval iets van een hitgarantie in zich heeft. Mijn nummer, het Jill-nummer, zou ook zomaar een hit kunnen worden. Ja, als iedereen die nu kijkt dat in één keer heel erg veel gaat bijvoorbeeld bekijken op YouTube of gaat aanvragen op de radio, en op de radio wordt het ook daadwerkelijk gedraaid, dan zou dat zomaar kunnen. Ja. Dat zou superleuk zijn. Zou heel leuk zijn. Ja. Weet je hoe mijn nummer gaat? Nee. Daar gaat hij. Nou, dit gaat hartstikke goed. Ja, het gaat verbazingwekkend goed zelfs. Het lukt allemaal gewoon, ja. Kijk, hoe vind je dit kleurtje worden? Nou, dat vind ik een hele mooie kleur. Dat is heel mooi, zacht toch? Roze, ja. Ja. Nu gaan we deze muntjes in de chocolade dippen. En kijk, doordat het een vorkje is, kun je heel makkelijk de rest van de chocolade eraf laten drinken. Dan lekt het er zo dus tussendoor, ja. Precies. Kijk, wat goed. Ik ga ook gewoon lekker een grote roze munt maken. Ja, tuurlijk, dat maakt het alleen maar gezelliger. Ja, toch? En als de chocola nog zacht is, dan kun je de pareltjes er makkelijk indrukken. Dus wacht niet te lang. Ik zal je laten zien hoe je hele mooie roze veertjes kunt tekenen. Je maakt een boogje van lusjes.
En daar ga je dan met een satéprikkertje doorheen. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Cool, hè? Heel cool, ja. En wat is een schatkist zonder goud? Dus ik heb hier ook één paar bladgoud. Dat geeft meteen een heel luxe effect, ja. En dan als finishing touch, glitter! Yes. Nu gaan ze eventjes een paar minuutjes in de vriezer. Tada! Kijk dan! Oh, wat mooi! Wow, ze zijn echt heel mooi geworden. Nou, zo kun je dus je eigen schatkist vullen met de heerlijkste chocolaatjes. En mag ik intussen ook al gaan proeven? Ja, natuurlijk. Ja? Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt namelijk, deze creatie. Mmm. Dat is wel echt heel lekker. Zijn lekker, hè? Heel lekker, ja. Ik vond het superleuk dat je er was. Ja. Willen jullie deze ook gemaakt? Check eventjes het recept op internet. En heel veel plezier met maken en natuurlijk vooral opeten. Ja, en in een schatkist moeten natuurlijk ook mooie sieraden. En die kun je ook zelf maken. Wat dacht je ervan om zelf je eigen ijsjesoorbellen te maken? Dus... Zien jullie mij? Sorry dat ik heel eventjes inbreek. Dit is dus mijn allereerste vlog. Mijn nieuwe buurvrouw, je weet wel, die heeft dus een feestje vanavond. Met allemaal van die super famous celebrity. Bekende mensen. Daar moet ik natuurlijk bij zijn. Ik bedoel, hello. En ik ga helemaal op de glamour. Met grote krullen. Hoe maak je nou grote krullen? En niet gewoon met een curltown. Dit doet me echt denken aan mijn moeder. Mom, I love you. Blijf me volgen alsjeblieft. Wat heb je wel nodig? Nou, jongens, sokken. Maar natuurlijk wel fris gewassen sokken. Niet van die vieze voetbalsokken van je broertje. OMG, eeuw. Broertje is mijn andere volger, dus love you. Hij volgt me toch wel? Oké, anyway. Wat je gaat doen, je pakt dus zo'n leuke glittersok. Die krul je in je haar. Je rolt de sok om je haar. Rollen, 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 rollen. Zo, zo, zo. En dit duurt natuurlijk heel erg lang. Dus ik zet eventjes de camera uit. Niet weggaan, hè? Zo en zo. Geen paniek, mensen. Komt helemaal goed. Want zometeen haal ik dit eruit, heb ik echt mega mooie krullen. Even kijken hoe lang. 24 uur. Feestje, dat is vanavond al. Ik hoop dat jullie een tip voor mij hebben. Laat me weten in de commentaar. En je weet, wil je altijd op de hoogte blijven van mijn aller coolste fabulous vlogs. Volg en like. Dit was Priscil. En Jill is chill, maar hello, Priscil. We zijn klaar en je kunt er ook heel leuk een ketting van maken. Ging je deze video te snel? Check eventjes mijn YouTube kanaal. Ik ga je laten zien hoe je een snorkelmeisje tekent. Want ja, als je die schat wil vinden, dan zul je toch echt moeten gaan duiken. En pak je pen en papier, ik laat je zien hoe je dat maakt. Normaal teken ik altijd eerst het gezichtje. Dit keer doe ik het een beetje anders. Je tekent namelijk eerst de duikbril. Die geef je een extra lijntje. En daar teken je een krassend patroontje in. Dan teken je daarachter de helft van het gezichtje. Normaal doe ik me altijd helemaal, maar nu doe je alleen het eerste boogje. En dan teken je ook de helft van de lippen. Teken je eerst een klein vlakje voor haar mond. Dan teken je een boogje met daaraan vast een haaifje in het patroon. Daar teken je weer een vlakje op. En dan teken je een ovaaltje. En die verbind je met het vlakje wat je net hebt getekend. Dan maak je het mondje af en teken je de rest van het gezichtje. En voordat ik de armen ga tekenen, teken ik altijd eerst eventjes driehoekjes. Met een rondje daartussen. En dan weer een driehoekje. Dat wordt namelijk een bikini. Dan teken je twee streepjes naar de nek. Die geef je een extra lijntje. Deze zweeft een beetje door het water. Dus de arm mag ook wild in de lucht hangen en de benen alle kanten op. En zo teken je die zwierige houding. Door bijvoorbeeld een hele ronde boog als buik te tekenen. En de armen die staan alle kanten op. En als je aan het duiken bent, dan gaat je haar natuurlijk ook alle kanten op. Dus in plaats van het haar mooi recht naar beneden te laten gaan, gaat het nu naar boven. En voor het extra duikeffect teken ook een paar bolletjes, rondjes die uit de snorkel komen. Dat zijn luchtbelletjes. En het effect van luchtbelletjes creëer je door in het belletje een druppeltje te tekenen. Nou, misschien heeft ze al net bijvoorbeeld een grote glanzende diamant gevonden. Of allemaal muntjes. En muntjes teken je door ovaaltjes te tekenen met daar een extra randje onder. En eigenlijk teken je dus een liggend meisje. Dan creëer je het effect alsof ze in het water zweeft. Teken ook twee strikjes aan de bikini. Ik ga deze tekening afmaken, zodat jullie zo meteen misschien kunnen gaan winnen. Heerlijk schatten vinden in je bikini, dat is toch een droombaan? En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar al jullie mooie tekeningen. Dus heb jij ook een mooie schatkist gemaakt of een coole duiker? Maak er een foto van en stuur die naar me op, want daar word ik natuurlijk heel gelukkig van. En wie weet win jij dan deze tekening. Nou, ik hou van goed gevulde schatkisten, maar dat schatduiken,
Dat is echt niks voor mij, jongens. Al dat koude water, die knabbelende vissen aan mijn tenen, die enge haaien. Geef mij maar gewoon heerlijk warm water, lekkere chocoladefudge en natuurlijk schuim. Dit was Jill. En vergeet niet, in jouw wereld... Oh. Kan alles. Selfie.